Hey allemaal en welkom bij deze aerial tutorial slash tips en tricks video voor Rocket League. Voordat deze video begint wil ik even melden, ik ben zelf een level 41 expert en nog helemaal niet de beste in aerials. Alle info komt van mijn eigen ervaring en kan fout zijn. Toch denk ik dat heel veel mensen iets aan deze tips hebben, dus daarom deze video. Dus zonder veel gebabbel, laten we doorgaan naar de tips. Nummer 1. Settings. Ik gebruik zelf een DualShock controller van mijn PlayStation 3. Deze heb ik via USB aangesloten aan mijn PC en ik run Xbox drivers om zeg maar hem te laten registreren als een Xbox controller. Als je dat zelf ook wil met een PlayStation 3 controller, linkje staat in de beschrijving naar de uitlegvideo van iemand anders. Dus dan kan je dat ook even uitchecken. Voor de rest gebruik ik in Rocket League zelf ook nog eens custom controls. Bijvoorbeeld voor de air roll heb ik die op LB staan of L1 op een PlayStation 3 controller. En het scoreboard heb ik op select staan. Ik weet niet precies wat voor knop dat is op de Xbox controller, maar dat maakt niet zo heel veel uit, toch? Ik kan het in ieder geval aanwijzen, het is deze knop, weet je wel, dan zie je het wel. Je hoeft trouwens niet per se die controls te veranderen naar hoe ik ze heb. Ik vind het zelf gewoon eigenlijk iets fijner spelen, maar bijvoorbeeld echte pro players die gebruiken ook gewoon de default settings. Dus het hoeft niet, het kan wel, het is een idee. Ook gebruik ik de volgende camera settings, die staan nu in beeld. Ik zou zeggen, neem ze over als je vindt dat mijn camera er cool uitziet. Tweak ze natuurlijk een beetje naar jouw eigen smaak. En dan gaan we door naar het volgende stuk. Auto. Kies je eigen auto. De Breakout is mijn favoriet. Daarna de Dominus, de Takumi en de Paladin. Voor de rest maakt het niet zo heel erg veel uit welke auto je nou precies gebruikt. Maar voor het meeste in deze video zal ik de Breakout gebruiken omdat het gewoon echt mijn favoriet is. Boosters. Het is altijd fijn om een goed aantal boosts te hebben als je een aerial hit wil gaan doen. Daarom is het in de meeste gevallen goed om een side booster te pakken. Deze vind je aan de zijlijn of in elke hoek van de map. Deze boosters kan je ook timen. Elke booster heeft een cooldown van ongeveer 10 seconden. Dus stel je achter, je gaat naar de rechter corner boost. Je gaat in de aanval en je komt weer terug. Dan kan je waarschijnlijk hem opnieuw pakken. Want die 10 seconden zijn dan al lang voorbij. Stel je wil een grote afstand afleggen en je wil boost besparen. Gebruik dan 2 keer double jump. Deze double jump voer je dus uit door 1 keer te springen. Dan vooruit te sturen en nog een keer op jump te drukken. Waardoor je dus zeg maar vooruit schiet. Dit kost geen boost en brengt je wel snel naar je locatie. Let wel op, want je moet de double jump dus niet spammen. Het is niet zo accuraat qua sturen. Dus je kan heel snel een actie mislopen of de bal missen ermee. Dus zorg in ieder geval voor dat je op tijd stopt met double jumpen. En je hebt natuurlijk altijd nog een beetje extra boost dat je al bespaard hebt, wat je kan gebruiken om alsnog snel te zijn. Stel je kan geen boosters vinden op je weg terug naar het verdedigen, dan raad ik je aan om een beetje te dribbelen tussen de kleine boost pads die overal op de map te vinden zijn in bepaalde patroontjes. En als je 36 boost ongeveer hebt, dan kan je alweer gelijk heel snel een verdedigende aerial doen. Dus eigenlijk kan je dan zo'n beetje elke bal wel 1 keer houden. Het raken van de bal. Als je de lucht inspringt, moet je goed opletten dat je jump 1 keer indrukt. Hierdoor kan je je double jump meestal nog gebruiken als je in de lucht bent en kan je de bal harder raken. Als je toevallig nog schil hebt gesprongen, kan je jezelf nog wel eens corrigeren waardoor je alsnog de bal kan raken. Let op. Je hoeft niet altijd de bal hard te raken. Soms is gewoon tegen de bal aanvliegen kracht genoeg om hem in de goal te krijgen. Of in ieder geval naar je bestemming. Als je bijvoorbeeld naar training gaat bij het hoofdmenu en naar aerial gaat, kan je bijvoorbeeld oefenen met het raken van de bal. Ga een beetje spelen met verschillende kanten van de auto. En je ziet bijvoorbeeld dat de onderkant de bal veel zachter raakt. De voorkant meestal het hardst. En bijvoorbeeld de zijkanten en de bovenkant ook heel anders. Dus ga daar een beetje mee kloten. Oefen het heel erg. Het zal je echt heel erg helpen. Positioning. Het is belangrijk dat je goed voor de bal staat als je hem wil gaan schieten. Bijvoorbeeld als je te dichtbij staat of te ver. Ik raad je ook aan om niet te veel te boosten voordat je de lucht in wil gaan. Ten eerste heb je dan te weinig boost in de lucht meestal. En ten tweede, je kan ook onder de bal doorheen gaan omdat je dan zeg maar gewoon te hard gaat en je kan niet goed de lucht insturen. Ook is de positie van jou en je teammate samen belangrijk. Hier een voorbeeld van een 2v2 match. Jouw teammate staat in de hoek bij de goal van de tegenstander. De bal komt stiller te liggen en hij is in die hoek in een duel met de 2 tegenstanders. Wat doe je? 1. Je kan hem gaan helpen. Dus je springt erin en je gaat maar hopen dat de bal uit de hoek komt voor de goal. Of 2, je kan rond de middenlijn gaan wachten tot er een uitkomst is tussen je teammate en de 2 verdedigers. Zo kan de bal voor de goal komen of hij komt richting jou naar jullie goal. Op het moment dat hij naar de goal gaat van de tegenstander, kan jij voorkomen om hem erin te tippen. En op het moment dat hij naar jouw goal gaat, dan kan je hem natuurlijk nog verdedigen, omdat je dan in de buurt bent. Er zijn nog heel veel meer positietips die je kan geven, alleen ik kan ze niet allemaal behandelen aangezien de video dan wel heel erg lang
bang wordt. Voorspellen. Hoe langer je de game speelt, hoe meer je gevoel je krijgt voor hoe de bal stuitert. Probeer zoveel mogelijk op te letten en zo leer je dus ook sneller hoe je een aerial kan inschatten. Net een aerial geraakt of gemist? Gebruik de air roll knop. Dat is standaard de X-knop bij een controller. Gebruik deze om rechtop te komen wanneer je landt, zodat je zo snel mogelijk weer terug kan in de actie. Stel je hebt echt een crash landing waardoor je zeg maar echt gewoon valt, dan kan je nog wel eens een paar seconden doorstuiteren en dan ben je dus eigenlijk veel te langzaam. Want je begint niet met vaart, je moet helemaal opstarten en in 2 seconden ben je nog uit de fight. Dus daarom, dit is echt een hele belangrijke tip. Aerials leer je niet snel. Het duurt natuurlijk even voordat je het inschatten en de mechanics van het vliegen en slash raken doorhebt. Daarom geef ik je als advies, doe de training. De goalie challenge op All-Star is een goede beginner omdat hij defensief wat kleine aerials geeft. Dus die kan je dan makkelijk oefenen. En de aerial training zelf is natuurlijk ook heel handig voor wat aanvallende aerials. Alleen die zijn wel wat groter, dus stel jij moet nog even wat leren inschatten, dan zou ik zeggen begin met de goalie challenge. Dit waren de tips en tricks slash tutorial die ik voor jullie kon geven, jongens. Bedankt voor het kijken en ik hoop dat jullie hier iets aan hebben gehad. Een duimpje omhoog zou ik heel erg waarderen aangezien ik er heel veel tijd in heb gestopt. En wil jij meer Rocket League tutorials slash tips en tricks video's? Laat het weten in de reacties. Check natuurlijk ook even alle Rocket League video's die ik heb gemaakt in de beschrijving. En dan bedankt jullie voor het kijken en dan zie ik jullie de volgende keer. Peace out!